Yes, yes, dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op een duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. We gaan voor de 2500 likes. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren op dit kanaal, dat kan natuurlijk ook. Je kunt ons supporten in de item shop. Met de support A-creator code. Te veel gevraagd en 5% verkopen gaat aan onze kant op. Wie onze code ook heeft gebruikt is Haans9. Ik heb deze super vette emote gekocht met jullie zak. Ik hoop dat ik in de ochtendvideo kom. PS, jullie zijn baas wel op naar de 500.000 subs. Hey Haans9, heel erg bedankt dat je de Infinity Dab hebt gehaald met onze code. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Een dikke shout-out aan jou, Haans9. Dan nog iets, inderdaad, die 500.000 abonnees is inderdaad extreem close. Misschien als je de video kijkt, hebben we het al gehaald. Ik weet het niet. Waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval, we gaan wel heel erg hard. Dat absoluut. Namelijk nog 2000 abonnees ongeveer op dit moment dat ik de video opneem. Jullie zijn echt bazen. Jullie zijn echt bazen. Absoluut. Echt heel erg bedankt daarvoor. En we gaan waarschijnlijk dus inderdaad de 500.000 zeer binnenkort aantikken. Big hype. Absoluut. En nogmaals, heel erg bedankt. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Ik heb vandaag weer leuke nieuwtjes, dus laten we er gelijk in duiken. En laten we eventjes beginnen met een aanvulling van de video van gisteren die Dion heeft gemaakt. Namelijk eventjes over de W12.1 update. Namelijk, er zijn nog wat nieuwe dingetjes die zijn uitgekomen. En die wil ik eventjes in het kort bespreken. Allereerst eventjes patch notes van Creative. Jawel, alleen Creative krijgt blijkbaar patch notes en het is echt ontiegelijk veel. Namelijk heel erg veel bug fixes. Jullie zien het ook in beeld staan. Het is echt insane. Dus ik kan het niet allemaal bespreken, jammer genoeg. Ik zou zeggen, check eventjes het linkje in de beschrijving als je meer informatie hierover wil. Het is te veel. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit gaat eventjes over de proximity mines. Namelijk blijkbaar als je iemand hit met de proximity mine, dan krijgt hij natuurlijk damage, namelijk 50 damage. Maar je kunt diegene ook zien door de muren heen. Jawel, het is serieus zo. Je kunt dat absoluut doen. Tenminste, volgens mij is het een feature. Volgens mij is het namelijk geen bug. Dus dat is natuurlijk super tof. Een grappige feature die ik nog niet wist. En ik zag het op Reddit staan. Ik dacht, ik deel het even met jullie. Goed, laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit gaat eventjes over die agent Giller, oftewel de fishstick in stijl, oftewel fishstick in James Bond stijl. Zo kun je het ook noemen, de James Bond fishstick. Het gaat er eventjes over dat we die waarschijnlijk met echt geld moeten gaan kopen, omdat er V-Bucks challenges aan vastgebonden zijn. En normaal gesproken is dat nooit zo dan wanneer je een skin koopt in de itemshop, zeg maar. Maar enkel en alleen wanneer je hem apart kunt kopen voor echt geld. Dus waarschijnlijk moeten we deze kopen voor misschien 10 euro of zo, maar daar krijgen we wel genoeg V-Bucks bij. Ik weet niet precies hoeveel, maar volgens mij ongeveer 1000 of zo. En wat je ook krijgt, ja, 1000. Ja, het is 1000 volgens mij. Ja, je krijgt 1000. En je krijgt dan ook natuurlijk 2 stijlen van dus die nieuwe skin. Gaat super tof worden. Het is nog niet helemaal confirmed, maar vrij zeker dat dit een bundel gaat worden. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over een LTM die is geleakt. En niet zomaar een LTM. Namelijk hier een tweetje van iFireMonkey. Die LTM used for events, such as Star Wars event, has been re-added to the file with the newest update. En daarmee bedoelt hij eigenlijk, waarschijnlijk komt er inderdaad een nieuw event aan. Omdat er dus eenzelfde soort LTM is toegevoegd als het Star Wars LTM. Dus zeer interessant. Ik hoop deze keer dat ik dat wel kan meemaken als er een event aan gaat komen. Wanneer dat event eraan gaat komen, dat weten we natuurlijk niet. Maar waarschijnlijk duurt dat nog wel eventjes. Maar natuurlijk wel interessante informatie. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit gaat eventjes over helikopters. Namelijk, zoals jullie waarschijnlijk al wel zagen in het begin van dit seizoen. In de trailer zagen we natuurlijk een helikopter. En iedereen was hyped. De helikopters zitten in de game. Yes, we kunnen eindelijk met mobility kunnen we super ver gaan. Bla 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 bla. Maar het komt er uiteindelijk op neer. Helikopters zitten er op dit moment nog niet in. Maar daar komt verandering in. Namelijk, in de 12.1 update is er iets zeer interessants gevonden. Namelijk allemaal dingen die iets te maken hebben met de helikopter. Dus dat is natuurlijk super goed nieuws. Wat inderdaad kan betekenen dat we misschien wel in de volgende content update een helikopter gaan krijgen. Wie weet. Dat is niet zeker. Dat weten we natuurlijk niet. Dingen zijn encrypted. Dus we kunnen daar niet in kijken. Maar er is nog iets aparts gevonden. Naast al die dingen over de helikopter zijn er ook in de map nieuwe helipads gevonden. Dus waar de helikopter kan landen en waarschijnlijk ook zal spawnen. Dus dat is natuurlijk super tof om te zien. Meer map changes door de gehele map heen. Ik weet niet
exact welke locaties allemaal, maar jullie zagen een plaatje in beeld. In ieder geval, ze zijn door de map heen verspreid. En waarschijnlijk zullen dat dus alle locaties worden waar dus helikopters gaan spannen. En dat kan heel snel gebeuren wanneer we uiteindelijk echt met helikopters kunnen vliegen. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over Fortnite China. Namelijk wel een, grappig. Wij vinden het waarschijnlijk grappig, maar voor hun niet. Namelijk een kleine aanpassing. Namelijk als jij daar 17 jaar of jonger bent, en dat moet je blijkbaar daar ingeven, wanneer je daar een account hebt aangemaakt, dan kun je een melding krijgen wanneer je te lang hebt gespeeld om verslaving tegen te gaan. Namelijk, dan krijg je de melding: you are currently beyond your time limit to play due to an anti-addiction requirement for minor accounts. Dus dat betekent dat je, gewoon niet langer kan spelen omdat je een jongere account hebt. Wanneer je 18 jaar of ouder bent, dan kun je wel unlimited spelen. Maar ik vind het wel interessant om te zien. En misschien voor sommigen in Nederland ook wel goed. Dan spelen ze misschien niet 15 uur per dag. Zo, ja, je hebt van die mensen, weet je wel. Maar oké, dat was ik ook eerlijk gezegd. Maar ja, je snapt wat ik bedoel. Het is misschien wel goed om zo'n feature te hebben. Aan de andere kant denk ik van, ja, nee. Nee, laat maar zitten. Laten we dit niet doen in Europa of Amerika. Laten we het lekker in China houden. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit is ook gelijk het laatste topic. Namelijk een leuke Reddit-clip heb ik gevonden. Iemand die denkt dat hij goed is met de grappler. Laten we eventjes gaan kijken wat er gebeurt. Oh, no! No! What the fuck, dude? Ja, niet al te slim. Je moet echt super snel reageren. Anders ben je gewoon eraan. Ik weet niet of hij zichzelf nog kon redden. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk te veel fall damage. Dames en heren, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze update video. Vonden jullie het weer super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zou heel erg gewaardeerd worden. We gaan dus voor de 2500 likes. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren op dit kanaal, dat kan natuurlijk ook. En je kunt ons supporten in de item shop met code. De veelgevraagde 5% weer aankopen gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.